Hey, welkom bij Renato's Fitness. Ik ben Renato en een vraag die ik echt heel veel krijg, 15, 20 keer per week van verschillende mensen is: Renato, ik wil spiermassa bouwen. Heel veel spiermassa, ik wil heel groot worden. Echt een grote bodybuilder look. Die vraag krijg ik heel veel. Veel mensen sturen zelfs tegenwoordig per e-mail foto's meer van hoe ze eruit zien. En schrijven bijvoorbeeld op, of laten me weten wat ze eten om dit te bereiken. Eventjes vlug en kort. Ik ben Renato, ik heb heel lang, ik sport eigenlijk mijn hele leven al. Ik kom vooral uit de martial arts wereld, hè, dus vechtsporten en zo heb ik 20 jaar gedaan. Ik heb ook heel lang een bodybuilding gedaan, echt bodybuilding. En ik ben toen begonnen, toen ik voor het eerst zeg maar gewichten aanraakte, woog ik 54 kilo. Ik ben van nature ben ik gewoon, dat is mijn body type, genetisch, ben ik gewoon heel slank. Natuurlijk heeft het ook meer te maken dat ik 4-5 dagen in de week vechtsporten train, verschillende vechtsporten. Dus dat heeft er ook mee te maken, ik verbrand gewoon veel calorieën. Dus 54 kilo en dan heb ik in 5-6 jaar opgebouwd tot 90 kilo massa. Dan vragen wel eens mensen van, heb je daar nog foto's van? Ja, daar stond ik toen de tijd eigenlijk niet echt bij stil. Ik trainde samen met een maat van mij, Johan. En wij hebben dat echt ontzettend ver gebracht. En dat hele bodybuilding gedoe. Johan die had een hele andere bouw dan ik. Die was net zo groot als ik. Maar die had veel meer een hele stocky build. Weet je wel. Korte armen, korte vingers. Van nature zette hij heel vlug massa aan. Dus ja, we hebben heel veel verschillende bodytypes. We hebben dat heel lang gedaan. Ik heb hier mijn oud fotoboek. Ik denk dat echt al heel lang geleden. Maar hier zat ik op 84 kilo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, jongens, deze foto. Kijk. Deze foto. De vakantie in Turkije, toen de tijd, zat ik op 84 kilo. Hier zat ik ongeveer rond 15% lichaamsvet. Wat voor mij maximaal is qua bulken, zeg maar, ongeveer. Van die 84 ben ik uiteindelijk nog naar 90 gegaan. Daar heb ik wel wat zwaarder spul voor gebruikt, om het zo maar te zeggen. Toen gebruikte ik al heel veel voedingssupplementen, creatine, eiwitpoeder, maar ook andere dingetjes. We experimenteerden heel veel wat wel werkt en wat niet. Het meeste werkte niet, maar goed. Anyway, 90 kilo uiteindelijk. De drie basisprincipes die ik heb geleerd en met jullie wil delen. Hè. Soms krijg ik mensen, ja, Renato, hoe kun je nou advies geven over bodybuilding? Je bent zelf helemaal niet heel breed of zo. Nog even laten zien van hoe het in elkaar zit. Ik heb ook het voorrecht gehad om te trainen met echt grote professionele bodybuilders. Sjaak van der Steen, een aantal jongens hier in Hamilton ook die echt gewoon wedstrijdniveau meedraaiden. Dus ja, dat was gewoon heel erg gaaf. Het eerste principe, jongens, jullie sturen mij, jullie voedingsschema's. En dan is er bijvoorbeeld iemand die zegt, ik wil echt massa bouwen. En die geven dan bijvoorbeeld een heel schema wat hij eet op een dag. En het ontbijt begint al met 2 boterhammen met ei. En een schaaltje krusli met yoghurt. En een glasje orange. Het hangt natuurlijk vanaf van hoe jouw bodytype is. En vaak sturen die mensen dan ook nog foto's mee. En dan ja, dan schrik ik bijna. En ik denk bij mezelf van, met zo'n ontbijtje en met zo'n lichaam, sommige van die jongens zijn gewoon net als ik toentertijd echte hard gainers. Hè? Dat is een term voor mensen die heel moeilijk massa aan kunnen zetten. Dat ontbijtje, daar doe je het niet mee. Weet je, je zult veel meer calorieën moeten nemen, zeker bij het ontbijt, omdat je net, als je een hard gainer bent, dan in de nacht verbruik je al calorieën, kom je eiwit tekort. Je moet dus veel meer eten, dat is alleen het ontbijt, snap je? Dus stel regel nummer 1 voor het bouwen van massa, meer eten, veel en veel en veel meer eten. Als je net zoals mijn maat Johan een bepaald bodytype hebt, waardoor je sneller massa aanzet, ja, dan telt dat natuurlijk niet zo, want dan zet je gewoon meer vet aan. Maar de meeste mensen die mij mailen en die deze vraag hebben, hoe zet ik zo snel mogelijk spiermassa aan, hoe kan ik zo snel mogelijk mijn spier laten groeien, is gewoon om nog meer te eten, veel meer dan dat je zelf denkt. Dat is een van de redenen waarom toen ik 90 kilo had bereikt, was bij mij als het ware een soort doel. En daarna ben ik gewoon gestopt met bodybuilding, heb ik daar afgebouwd. Want ik werd helemaal gek van de eten, ik werd helemaal gek van eten. Mijn vrouw, mijn toevallige toenmalige vriendin, ja, die weet dat toen nog. Omdat ik gewoon, ja, om 3 uur ging gewoon de wekker bij mij.
bij ons. En dan ging ik gewoon eten. En dan slaapwandeling naar beneden. En dan eten, eten, eten. En dan ging ik wel naar bed. En dan s'morgens eten, eten. Om de 2 uur eten, eten, eten. En ik moest wel om de 2 uur eten. Want als ik alleen 3 maal grote maaltijden haalde, dan haalde ik gewoon dat gewoon niet. Dat kreeg ik op een gegeven moment niet meer binnen. En op een gegeven moment ging ik me ook echt tegen zitten te eten. En ja, omdat je gewoon, je moet gewoon zoveel eten. Je wordt gewoon helemaal gek van. Als je dat niet hebt. En je hebt een body type, hè? Je hebt een lichaam zoals ik toen had, dus vrij mager. Van nature gewoon. Vrij slank. En je hebt niet dat idee wat ik heb van, ik moet alweer eten. Dan doe je het niet goed. Dan eet je niet genoeg. Je moet echt stompen met calorieën, stompen met eten. En dan maakt het echt niet uit of je dan een bossenbol eet. Of een stukje kipfilet. Ja, natuurlijk maakt het wel uit. Hè. Je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat je voldoende eiwitten krijgt en zo. Maar uiteindelijk moet je gewoon een enorme hoeveelheid calorieën tot je nemen. Want je lichaam verbrandt het gewoon. Ook als je nou eens echt serieus gaat trainen erbij. Je hebt gewoon ontzettend veel voeding nodig. Voor mij was de grote redding toen de tijd weight gainer shakes. Weight gainer shakes zijn dus net zoals eiwitten shakes, maar dan een combinatie van eiwitten en koolhydraten. Zoveel mogelijk calorieën vloeibaar in te kunnen nemen. Maar ja, op een gegeven moment is er ook een tax aan. Op een gegeven moment, ja, als ik dan een eiwit of een shake rook, zeg maar, dan had ik al zoiets van, nee, laat maar. Ja, ik nam hem dan toch. Dus dan douw die er gewoon in. Maar als je massa wil bouwen, is dat wat je moet doen. Oké, stel regel 2 is om je te concentreren op de grote oefeningen. Ik heb het al heel vaak gezegd, die grote compound oefeningen. Deadlift, squat, bankdrukken, dippen, optrekken. Dat zijn ze wel een beetje military press misschien. Dus dat is voor de schouders, weet je wel, met stang of met dumbbells. Daar moet je je training omheen bouwen. Dat zijn de oefeningen die je als eerste moet doen als je de sportschool binnenkomt. Een goede warming up en dan boom, die deadlift. Boom, die squat of die bench press of dippen of optrekken. En de rest wat er omheen komt, dus de cable cross voor de borst en zo, dat is allemaal heel erg leuk, maar het echte bouwen van massa gebeurt door middel van die grote compound oefeningen. Dat verzin je niet zelf, dat kun je gewoon googlen, dat kun je opzoeken. En alle grote bodybuilders en alle coaches, strength and conditioning coaches, zullen je dat vertellen. Dat is gewoon zo, omdat die oefeningen, die belasten als het ware het hele lichaam als geheel. Wat bodybuilders eigenlijk doen is dat je lichaam in kleine stukjes hakt. En dat is heel leuk dat je die biceps traint, maar die biceps is net zo groot als een tennisbal. Dus als je daar druk op zet, of dat je die belast, daar krijg je gewoon niet zo'n respons van je lichaam. Want als jij bijvoorbeeld de deadlift of de squat doet, omdat je, dat zijn gewoon zo'n grote oefeningen, er komt zoveel bekijken van wij spreken de spieren in je tenen tot de hele core en je nek en je rug en alles komt erbij kijken. En dat geeft gewoon een bepaalde een anabolic response. In je lichaam zitten allerlei dingen, groeihormonen komen vrij. En er gebeuren allerlei dingen en die bij die grote oefeningen gewoon echt gebeuren. Altijd. Gewoon, dat is gewoon een feit. Hoe jouw lichaam daarmee omgaat. Dus bouw jouw trainingen in rond die grote compound exercises. Als je nog een gym moet kiezen, of heb je een gym waar mensen zeggen van, luister, het is niet de bedoeling dat je veel gaat deadliften, of dat je bij je spreken, weet je wel, sommige gyms willen dat gewoon niet. Hè? Heeft natuurlijk ook mee te maken met hun aansprakelijkheid. Hè? Als mensen in één keer 300 kilo gaan deadliften, want daar hebben we het over, als jij 120 kilo weegt, of zo, dan is dat op zich niet raar of zo. Dat kan, dat is best veel. Maar ja, dus sommige gyms willen dat gewoon. En ook hun equipment is er niet altijd op gemaakt. Hè. Een halterstang is niet zomaar een halterstang. Er zitten heel groot verschillen. Hè. Je hebt halterstangen van 60 euro. Je hebt ook halterstangen van 700 euro of 2000 euro. Voor zulke zware loads ja, heb je gewoon een ander soort... misschien een ander soort gym nodig. Misschien ook niet. Maar kijk eventjes. Dus deze grote compound exercises moet je doen. En oh, ja, het is bijna... Ik denk, zeg het toch maar even bij... Los, hè? Los. Dus in ieder geval, je hebt machines om te gaan deadliften, je hebt machines om te gaan bankdrukken. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over losse gewichten, stangen en schijven die je vast moet zetten. Concentreer je daarop. Voor het bouwen van massa. Trouwens ook voor het bouwen van kracht en alle andere dingen, maar we hebben het nu even over massa. De derde is, zorg dat je je omringt met mensen of in een omgeving bent van mensen die begrijpen wat jij doet. Een van de grootste dingen waar ik tegenaan liep,
mensen die vragen van, ja Renato, waarom doe je dat? En Renato, dit en dat. Het werkt heel negatief op je geest. Dus, mensen gaan van, ja, waarom ben je nou weer aan het eten? En, of weet ik veel wat. En oh ja, waarom heb je zoveel eelt op je handen? Ja, niet steeds. Hè. Ik ben natuurlijk nog heel veel mee bezig, eigenlijk graag. Maar dat soort dingen, weet je wel. Je moet je omringen met mensen. Kijk, ik had toen mijn maat, Johan, hè, wij wisten precies waar we bezig waren. En natuurlijk, gestraind bij Jacques van der Steen. Google maar eens, een professionele bodybuilder. Beer van een monster van een man. Die trekken natuurlijk ook andere bodybuilders aan. Er liepen zoveel jongens rond. Dat is een omgeving voor hardcore bodybuilding. Die vind je niet bij Basic Fit. Trust me. Probeer je te omringen met dat soort mensen. Toen ik daarmee bezig was, was het heel moeilijk, want dat moest allemaal fysiek zijn, die mensen moesten er zijn. Nu online kun je met mensen zoals ik en andere mensen op Facebook en weet ik allemaal, die communities vinden van mensen die ook daarmee bezig zijn. Let er wel op, er zitten wel een hele hoop koekenbakkers bij. En bodybuilders zijn van nature nogal van, ik ben hier de man. En het is niet altijd even gezellig, maar probeer je daarmee te omringen. Hè? Of je nu iemand volgt op Instagram, of dat je bij je spreken op Facebook iemand vindt die bodybuilder is en die met je gewoon wil praten, zeg maar. Is gewoon zo belangrijk. Hè? En ik denk zelfs dat als ik nu in deze tijd zou beginnen, met al die dingen om me heen qua social media, ik kan gewoon nou alles opzoeken. Toen de tijd moest ik bij spreken aan een bodybuilder vragen, hoe kun je dat het beste doen? En dan kun je gewoon alles opzoeken. Daar kun je niet alles mee leren, even heel duidelijk voor zijn. Er is een groot verschil tussen een video zien op YouTube hoe je moet deadliften en dat ik erbij ben en jou help met je deadlift techniek. Dat scheelt gewoon 50, 60 kilo in de deadlift, bij wijze van spreken, in wat je kunt liften. Ja, als je een kilo of 80, 90 weegt. Maar probeer je daarmee te omringen met dat soort mensen. Online of in het echt, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is gewoon zo belangrijk voor jouw progressie en gewoon om het te doen. Eén ding duidelijk zijn, bodybuilding heeft als doel het bouwen van spiermassa. Dus eigenlijk moet je je lichaam aan het werk zetten om dat te doen. En dat is gewoon heel moeilijk. Maar anyway, dat zijn mijn drie basisprincipes voor het bouwen van spiermassa. Bulken, groot worden, bodybuilding. Succes. Train ze.